Schaatstalent Femke Beuling uit Emmeloord is als tweede geëindigd tijdens het NK Sprint voor A-junioren. Femke hier in de buitenbocht tijdens de 500 meter in Tialf zette gisteren al op de 500 en de 1000 meter een persoonlijk record neer. En vorig seizoen was dat wel anders, dus dat is heel mooi dat het nu wel steeds beter gaat. Dat maakt de schaatsen ook gewoon een stuk leuker. Hoe kan het dat je constant nu de PR's pakt? Ja, weet ik niet. Ik voel me goed. Een hele team doet het goed. En we trainen goed met elkaar. En ik voel me gewoon fit. En het schaatsen gaat goed. En dan is het gewoon veel leuker. En dan lukt alles in één keer wel. Ja. Voel je ze dan ook aankomen, die PR's? Ik voelde me wel goed. Maar ik heb ook wel eens gehad dat ik me goed voelde. Zeker vorig seizoen. En dat het toch niet zo goed ging. Dus dat geeft geen garanties. Maar ik had er wel vertrouwen in. Ze begon vandaag de dag al op de tweede plaats in het algemeen klassement achter de uiteindelijke winnares Jutta Leerdam. Beuling schaatste vandaag iets minder snel op de twee afstanden. Nou, ik weet niet. De omstandigheden waren misschien iets minder goed. Er werd over het algemeen iets langzamer gereden. Maar het was wel een stukje langzamer inderdaad. Maar ik moet zeggen, de vermoeidheid zit ook wel een klein beetje in. Gisteravond reden we behoorlijk laat en nu dan vanmiddag weer. Dus binnen 24 uur vier afstanden was toch best pittig. Al met al is Beuling dik tevreden met deze tweede plaats. De Emmeloordse maakt zich nu op voor het Olympisch kwalificatietoernooi op 28 december. Dat toernooi wordt voor haar vooral veel leren. Ja, er valt er voor mij niet zoveel te halen, maar het is wel een hele bijzondere ervaring, denk ik.